In Muiden staat het vriendelijke brugwachtershuis van tante Sien. Sien van Spellen beheert al 17 jaar tot ieders tevredenheid het spelershome van Ajax. Vertel het maar. 25 witte puntjes. Ja. 50 witte kadetjes. 50 witte kadetjes. 10 bruine puntjes. 10 walkorn. En 10 krentenbollen. En alleen tante Sien weet wat de jongens op die broodjes willen. Wij werden dan ook nogal opgeschrikt door het nieuws dat Ajax een diëtiste in dienst had genomen. Ajax heeft toch al een diëtiste? Dat is tante Sien. Frank de Boer lijkt mij er wel eentje voor een broodje bal, of niet? Ja, inderdaad. Maar die wil altijd een halve bal. Een halve bal? Twee keer een halve bal. Oh. Met de witte deze. Geladeerde lever en filet americain voor Van der Sar. Die jongen moet aankomen. Dat is echt waar. Nou, ik vind het niet zo, maar jij... Echt, als die jongen de lucht ingaat, dan waait hij weg. Dan waait hij weg. Harry mocht van tante Sien voor één keer de soep van de dag uitzoeken. Chinese tomatensoep, zijn ze gek op. Even kijken, Chinese tomaten hebben we. We hebben groenten, kippen. We hebben hier, en dit vind ik wel goed, Deense kalfsoep. Ze krijgen vandaag Deense kalfsoep. Nou, doe dat dan maar. Daarmee zullen ze bij Ajax blij zijn geweest met die Deense kalfsoep. Wel blij zijn ze met tante Sien. Ajax enige echte diëtiste. Oh, doe nou open zien.